website zoeken voor een fotoshoot. Ook leuk. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Staalman van de Werf. Mijn man hier naast mij, dat is Roderick Staalman van de Werf. En het is vandaag, ja, donderdag 20 augustus 2020. Het is nu 11 uur 20. Ja, lekker. 11 uur 20, het is 20 augustus. Ja, handig. Ja, yeah, right. Maar we zijn dus nu onderweg naar Mall of the Netherlands. Hé, hey, ik had een bordje om dat eventjes te spieken. Dus, en ik heb vandaag een fotoshoot, dus het zal maar benieuwen. Roderick die neemt zo meteen, als we daar zijn, de camera over. Ik zal nog wel misschien wat vloggen, dus dat komt helemaal goed. Dus wij wensen jullie heel veel kijkplezier bij deze nieuwe vlog. Kijk, dit schiet toch weer mooi op. Kijk hoe ver ze die zijn, jongens. Zullen we kijken? Het hele fietspad is zo hier helemaal. Zo dan. Maar als ons de HEMA in oktober open moet hier. De HEMA komt dus in dit pand hier, de HEMA. Dus dan moeten ze wel... Nee, niet in deze. Of is dat één grote? Dat denk ik dan wel. Dus ja, ze hebben nog even. Zo, het staat er weer mooi bij. Ik heb het netjes gedaan, alleen ik heb een beetje een klein wondje, maar dat maakt allemaal niet uit. Helemaal niet. Maar ja. Zo meteen dus lekker bij de Jumbo een hele leuke fotoshoot bij de bloemafdeling. Nou, Roderick die neemt het zo over. Ik mag hem dus niet erop hebben. In verband met zijn bedrijfskleding, dus dat komt weer helemaal goed. Achter, ja, hoe je het maar wilt noemen. Dus... Hoe moet je het uitzoeken voor een fotoshoot? Ook leuk. Toch? Ja. Hele mooie bloemen, ja precies. Hele mooie bloemen. Reflector. Dit is wel een deflector. Ze hebben geen vlag namelijk. Okay.
Mooie bloemetjes zijn dit. Nou, ik heb even nu pauze, want ze zijn dus nu even hier achter bij mij bij en bij de sushi bezig. Dus ik hoef nou even niet op de foto. Ik kan Ro ook nog steeds niet op de foto op de vlog houden. Dus ja, even dan maar eventjes een rondje door de winkel met een dat karretje, ook erg handig. Dus en nou gaan we eventjes zijn naar onze welbekende afkortingbak, afkortings voedselbak. Kijk wat we daar weer kunnen scoren vanzelf. Nou, mijn rijschool, mijn auto rijles is er al, dus dat scheelt. Ik zet hem zo meteen lekker op de Enomado en dan komt het helemaal goed. Ja, dan kunnen jullie zien wat voor route ik heb gedaan. En dan doe ik het wel op fietsen, maar dat komt wel goed. Ik rij auto, maar ik doe het op fietsen. Snap ik niet echt helemaal, maar oké. Jullie? Ik wel. Er is een blokkade hier. Hier wordt het is ook een onontwikkeld plekje. En ook
Dan hou je ook allemaal over afvalstofjes. Dat ga ik doorsturen. Dus hier allemaal gaan ophopen, zeg maar. Mm-hmm. Dit vanaf hier tot hier, zeg maar. Ja, omdat het is, ja, want het is nog in herstel natuurlijk en alles. Dus mm-hmm. Het is onontwikkeld, die kant, het gedeelte. Dus. En dan even, dan gaat zich daar makkelijk de kans om daar dus dan te gaan zitten. Dus wanneer je griep krijgt, toch? Of ziekjes wordt, dan krijg je dus daar ook die rampjes en alles. Ja, want net zoals vandaag heb ik dus een fotoshoot gehad bij de Jumbo. Dus ik moest ook op en op een bepaalde houding staan en kreeg ik dus ook precies hier kramp. Die kramp, ja. Nee. Dus ik doe gewoon. Stromen, gewoon stromen. Die plekjes waar dat ongevoelig is, zoals bij dit, bij die scar, dat gaat nou meer gevoel krijgen doordat ik gewoon laat helpen met stromen. Die stroming meegaan van die buik waar het naartoe moet gaan. Ja, en daar hadden we Roderick ook alweer, gezellig. Nelly. Helemaal top. We zijn dus eerst, nou ja, wat jullie hebben gezien en bij Bico Z geweest en voor de massage. En we gingen dus even naar Zoetermeer om eigenlijk en daar bij de Primarkt het een en ander te halen. Maar ja, de aanbod was daar heel erg weinig. Dus dan zijn we maar in onze eigen binnenstad, Den Haag. Dus nu gaan we hier even maar naar de Primarkt. Ja, gratis parkeren. Okay. In de binnenstad. In de binnenstad gratis parkeren. Ja, gratis parkeren. Ja, dat is altijd goed. Wil je weten waar? Nou, dan krijg je nog even lekker nog niet te weten niet. Nee. Nee. Dus kunnen wij niet meer gratis parkeren. Precies, alleen ik ben al wel back-off. Maar oké, dat maakt niet uit. Maar dat was ook gezegd. Omdat Big O's hier dus mijn buik... heeft gepakt vandaag. Dus ja, dan ben je gewoon moe. Maar ja, dat is gewoon nog even doorzetten. Dat komt allemaal goed. Nou, wij gaan dus nu even naar de prei. En dan zien jullie ons straks wel weer als we daar weer vandaan zijn. Of zo. Nu waren we hier. Wie komen we tegen? Onze grote vrienden. We gaan dus nu via station naar de binnenstad toe. En wat je hoort is de tram. Die rijdt hierboven. Och, allemaal apenpakjes. Hé, hey, hier. Allemaal apenpakjes. Oké, okay. Wij hebben net eventjes de BOA's aangesproken. De BOA's die staan volgens mij bijna even gelijk als een politieagent. Weet ik niet helemaal zeker. Hou me dat even ten goede. Maar, ik... Zou Karen niet wezen als Karen het niet zou wezen? Ja, dat is een leuke woordspelling. Maar ik heb het een en ander gevraagd. Of dus een belediging is als je dus en tegen een agent of een boa gaat zeggen van... Oh, hoe vroeg ik dat? Content? Apenpakjes. Die apenpakjes weer. Even wat harder, luider. Daar heb je die apenpakjes weer. Ja, is dat een belediging? Is dat een belediging? Wat zei die? Als ik me beledigd voel, dan kan ik je aanhouden. Dus, maar jouw vraag was, van, is dat een belediging? Nee, het is dus... Dan ga je daar informatie in vinden over dat specifieke woord. Ja, maar het is dus in principe geen belediging. Maar als de agent of BOA zich beledigd voelt daardoor, kan die jou daarvoor op aanhouden. Handig om dat even gelijk te weten. Dus ik zou zeggen, kijk maar lekker uit wat je allemaal zegt hier in het kikkerlandje Nederland. Hi. Be alright. Get together and be alright. Love. While I
cats together and feel alright. Alleen ik zie haar nou niet. One love, one life. Get that same place to the girl and I will be alright. Let's get together and feel alright. Let's get together. Dit komt toch lekker op YouTube te staan. Ja, ik vlog, dus. Ja. Wat is onze naam, lief? Oeh, jouw gitaar die... is niet lekker. Ik heb een tuintje in mijn hart, alleen voor jou. Alleen voor jou. Hey, waar snap ik? Hij zegt mijn Jezus, hij zegt mijn God. Alleen voor u. Alleen voor u. Sing hallelujah, sing hallelujah. Sing hallelujah, sing hallelujah. Het is wel, als ons dit bij in mijn kerk doen, is het wel heel leuk. Dat is wel leuk als we dit dus ook in een kerk doen. Hè? En bij welke kerk dan? Oké. Hebben jullie ook onderzoek op internet? Ja. Sing hallelujah, sing hallelujah. Sing hallelujah, sing hallelujah. Sing hallelujah, sing hallelujah. Go! Alleluia, alleluia. Stuur maar door naar mij. Samenwerkingen krijgen op deze manier. Ja, maar heel raar, maar Emma, voor deze hele corona had je dit niet. Dat is echt zo. Maar dan zie je dat uit corona komt. Ja, ik vind het echt helemaal slecht. Dus eigenlijk, ja, je groeit altijd nieuwe dingen aan. Dus ik ben weer 8 of 7. Ik heb het hier ook gedaan, zodat je mijn naam kan onthouden. Dan kan mijn naam gewoon worden. Het is benauwd buiten. Klein beetje maar. Klein beetje. Ietsje beetje. Zeg je ook nog een klein beetje. Als je nu even aan die kant gaat lopen, want dat is fijner voor mij met vloggen, lief. Kijk. Dat is fijner. Niet zo aarzo lopen. Met tas op.
is leuk. Jouw pesten. Je laat mijn zak afblijven. Mijn zak. Dat heb jij een zak. Dat is mijn zak, want daar zijn we lekker geweest. Bij de Primarkt. En daar ben ik wel lekker geslaagd. Geslagen. Geslagen. Jij hebt het geslaagd. Jij bent lekker geslagen. Nou goed. En met je slagingsbewijs en voor je beveiliging. Slagingsbewijs? Natuurlijk. Word je nog geslagen? Ja, bijna wel. Bijna wel. Oh, 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 oh. Ja, mensen, ik ben aan het vloggen. Gek hè, dat ik aan het vloggen ben. Ja. Nou, ik vind het niet raar. Nee, maar we gaan dus nu weer naar de auto lopen. Mijn broek moet sowieso in de wasmachine voor morgen. Ik ga weer naar Ilona, dus jullie krijgen een weekendvlog. Grote ja. Vriendin. Hè? Grote vriendin. Ja, lekker naar Ilona. Sally. En ik zeg nou even lekker niks aan tegen mama. Hoort ze vanzelf wel. Hoort ze inderdaad vanzelf wel. Waarom ben je dan niet hier geweest? Nou, gewoon niet. Moet dat dan? Even lekker rustig met Ilona even handelen. Ja, gewoon lekker op mijn bed kunnen blijven meuren als ik dat wil. Dus ja, wij gaan nu even naar de auto lopen, want ik krijg gewoon mijn arm. Want ja, zoals jullie weten, vlog ik dus met mijn telefoon. Kijk, mijn telefoon. Dus ja. Ja, dit wil ik jullie ook nog even laten zien. Dit is onze trouwzaal geweest. Ja. 11-12-2018. Ja, om 10 uur op 11-12-2018 ja. Zeiden we ja tegen elkaar. Ik zei ja tegen jou en jij tegen mij, maar het was niet op hetzelfde woord. Nee, maar dat maakt niet uit. Dat wil je niet. Maar nee. Iemand anders is ook daar getrouwd. Ja. Op dezelfde datum. Ja. Maar anderhalf uur later. Ja, onze buren. Zijn langer getrouwd. Ja. Ja. Heel lang. Anderhalf meter lang tegen. Ja.